sweater in elkaar heb gezet aan de zijkanten en langs de armsgaten terug en weer heb gesloten. Het is eigenlijk een standaard manier waarop ik sluit. Ik ga er nog een aparte tutorial van maken, zodat ik niet elke keer dit stuk opnieuw hoef te gaan filmen. Dat scheelt een hoop tijd. We gaan nu de armen eraan zetten, de mouwen eraan zetten. Het is eigenlijk heel simpel. Je begint in de oksel. Onderin dus, waar de twee delen weer samenkomen. Een hertje aan. En dan ga je eerst een toer maken. In de achterste lus. Dan draai je werk binnenste buiten. En dan ga je weer een toer maken in de achterste lus. En zo ga je eigenlijk door. Dus de ene toer werk je van de buitenkant van de mouw. En de andere toer werk je vanaf de binnenkant van de mouw. Ik heb hier al een stuk gemaakt. Om jullie te laten zien hoe jullie het beste de kleuren kunnen laten overlopen van de mouw op het vest zelf. Dus op de body. Is wat je doet is, hier is de oksel, hier is de naad. Dan vouw je hem dubbel. Zo. En dan weet je precies in welke toer, welke kleur je moet pakken. Zodat de lijnen mooi over elkaar door gaan lopen. Dat is mijn trucje, dan werkt perfect. Dus ik zou hier nu moeten beginnen met één toer groene. En dan weer twee toeren met de mix kleuren. Om jullie even te laten zien. Dit kleine beetje heb ik nog over van één bal. Eén bal is 210 meter. Dat zijn de oude bollen van de HEMA. De Shetlana's. En er zit 210 meter op. Is 20% wol en 80% acryl. Het is dus wasbaar. Het is lekker zacht. Het voelt een beetje aan als mohair. Ik ga jullie laten zien hoe je een paar toeren haakt aan de mouwen. Als het goed is hebben jullie de zijkanten vastgestikt. Zoals ik je heb geadviseerd met de stokjes. Dus dan heb je hier al een hele basis van stokjes opgebouwd. Ik moet nu een toer vanuit de buitenkant gaan doen, dus kan ik jullie gelijk laten zien. Zeg ik dat goed? Nee, een toer vanuit de binnenkant moet ik gaan doen. Hier heb ik hem gesloten, dus ik ga daarin aanhechten. Ik heb al een lusje gemaakt op een naald. En ik maak een losse. En dan ga ik gelijk in de steek. Die volgt te beginnen. Ik leg mijn draadje een beetje naar binnen toe. En dan steek je hem in de achterste lus in. Alleen in de achterste lus. En dan ga je naar de volgende. En de achterste lus. Als je mouwen nou toch wat te breed zijn, hè? Dat kan. Je start in de oksel en je eindigt in de oksel. Dus je kan zeggen, ene toer maak ik twee stokjes samen in het begin gelijk. En de andere toer maak ik twee stokjes samen aan het einde van de toer. Dus de laatste twee steken minder eigenlijk. Doe dat niet te radicaal, doe het rustig aan, geleidelijk aan. Zodat je een mooi verloop gaat krijgen richting de polsen. Nou, zo ga je dus door. De toer rond in de achterste lussen. Let goed op dat als je met twee draden werkt, dat je ook beide draden mee oppakt. Anders ga je ergens een lus krijgen en daar ga je aan blijven hangen. Zo, ik ga mijn toer rondhaken en dan zie je met het einde weer terug aan het begin van de toer. We hebben de laatste twee steken. Als je hier nou wilt gaan minderen, kijk, ik heb hier de toer ervoor heb ik ook geminderd. Wat je doet is, steek de haak in de volgende. Die maak je niet af en in de steek daarna. Maak een onafgemaakt stokje. En dan haal je door. Hier is mijn laatste steek. Je weet, ik haak altijd een losse op en werk draai. Dus ik steek mijn haaknaald onder de losse en daar maak ik een halve vaste. Eén losse, werk draaien. En nu ben je aan de buitenkant. Nu ga je vanuit de buitenkant werken. Dus je begint gelijk op die steek waar je twee samen gehaakt hebt. Met haken in het achterste lusje. Dit is een trui met veelzijdige uitstralingen. Kijk, ik ben nu een beetje een stoere trui aan het maken, maar toch een beetje klassiek. Een stoere trui, maar toch een beetje klassiek door het kleurtje wat ik laat verspringen. En door het glittertje wat er doorheen zit. Maar als je nou gewoon meer een stoere trui wil hebben, dan maak je in plaats van stokjes, maak je met halve stokjes. Ook de ribbing maken. Dus echt allemaal in de achterste lus maken. Bijvoorbeeld met één kleur. Dan laat je bovenin één grote baan terugkomen in een andere kleur. Dan krijg je een beetje een stoere jongenstrui. Als je echt wat meer classy wil, maar klassieker, dan neem een fijne garen.
maak halve stokjes en haak hem ook gewoon compleet op zoals ik nu doe, maar hou hem op één kleur. Of je zegt van ik neem één effen garen en één verloop garen zoals Alizé Angora Boutique. Plus een acryl garen van de Vibra erbij zou je kunnen pakken en daarmee ophaken. Of je pakt van Durable de Cozy. Dat kan ook een heel mooi garen zijn voor deze. Ik adviseer hem dan ook met een half stokje te haken, niet met een heel stokje, anders word ik te grof. Ik heb je nu laten zien in de breedte. Ik ga hopelijk zo spoedig mogelijk in de lengte haken. En dan laat ik jullie zien hoe je een stoere herentrui van de Cozy Sweater kan maken. Met een mooie boord sluitend of een vest. Dan moet ik nog even kijken. Ik ga in ieder geval een herentrui maken met hetzelfde principe. Dus wacht even af, er komt ook nog een tutorial van. Dit is nu de damestrui. Je ziet dat de V-hals, dus de wijde botenhals, zich al vormt. Doordat het voorkantje breder is dan het achterkantje. Ik heb voor deze heb ik in totaal 5 steken links, 5 steken rechts. En de voorkant breder gemaakt dan de achterpand. Dus bijvoorbeeld 80 steken, dus 40 is de helft. Dan haal je 10 eraf van het achterpand. Dan heb je 30 voor het achterpand en 50 voor het voorpand. En dan krijg je dit effect. En dit is wat je wilt creëren. Dit is een off-shoulder trui. Dus hij kan van de schouder afvallen. Als je dat nou niet wilt, dan stik je hem verder toe. Ik heb hier gewoon maar 2, 4, 6, 8, 10 steken gesloten. En aan de andere kant ook. En dan krijg je echt het off-shoulder effect. Ik zal even laten zien. Dan zie je al dat hij open gaat hangen. En dat is wat je wilt. Probeer er wel voor te zorgen dat als je een dubbeldraads doet, dat je een flinke maat grootte pakt. Hij moet soepel blijven. Het moet geen stug pakketje worden. Wat je ook kan doen nadien, hè, als je echt een mooie, dikke, warme wintertrui wilt maken, dat je geen jas meer aan hoeft. Ik ga naar de Zeeman. Haal daar een shirt, een t-shirt met lange mouwen. Zelfde maat als je trui natuurlijk, dus je eigen maat. Stel, ik ben de maat 36. Dan neem ik een t-shirt met lange mouwen, maat 36, ronde hals of V-hals. Ligt er even aan, moet ik even kijken. Ik denk dat ik een V-hals ga pakken. Je steekt je erin, je haalt je binnenste buiten en je stikt hem langs de naden. Stik je hem vast. Hier. En bij de uiteinden straks van de mouwen. En dan heb je een mooi gevoerde warme trui. De ribbel onderaan bij de polsen. Ik heb mijn mouw nog niet helemaal afgehaakt, maar dat ga ik straks wel doen. Ik ga jullie laten zien hoe je de ribbels kan maken. Ik heb natuurlijk gesloten met een halve vast en ik heb er één losse opgehaakt. Dat doe ik eigenlijk altijd. Het is voor mij prettiger werken. Gaan we gelijk beginnen met een relief stokje voor. Dus haak naald om de draad om de haaknaald en dan ga je om het stokje heen. Dus wat je eigenlijk doet is je begint direct met je ribbelpatroon. En dan één stokje achterlangs. Ik heb een apart tutorial gemaakt over hoe je een enkel boordpatroon rondhaakt. Ik zal de link erbij zetten straks in de informatiebox hieronder. Er staat rechts onderin het beeldscherm, zie je een pijltje staan. Als je daarop klikt, krijg je alle nodige informatie te zien. Let wel op dat als je een enkel boordpatroon rondhaakt, dus eentje voor, eentje achter, dat je een even aantal stokjes uitkomt. Dus zorg ervoor dat als je minderingen hebt gedaan, dat je nog steeds op een even aantal stokjes uitkomt. Ik ben bij het einde aangekomen. Ik maak hier mijn relief stokje voor. En hier mijn relief stokje achter. En je ziet natuurlijk die losse die ik opgehaakt heb. Wat ik doe is ik ga om die twee stuks heen steken. Dus voor en achter. Ik ga niet alleen om het stokje heen, maar ik ga ook om die andere heen die overblijft. Dat rare flupje eigenlijk wat hier zit. Op die manier werk je ook gelijk mooi de sluiting weg. Dus hoe je de toer gesloten hebt. Dan wordt die namelijk één stok. Wordt dus los die je opgehaakt hebt. Plus het stokje dat ernaast zit. Die heb je nu eigenlijk gelijk weggewerkt. Ik sluit hem dan in die losse daar. Ik haak één losse op en ik begin direct met mijn toer verder te haken. Dus één relief stokje voor, één relief stokje achter, één relief stokje voor, één relief stokje achter. Zo krijg je een mooie aansluiting. Straks als ik weer terugkom met de toer, ga ik hier omheen, met de laatste relief stok achter is dat. Dan ga ik voor naar achter en ook weer om
dat flupje hier, ik noem het maar even een flupje, want je zal vanzelf wel zien als je gaat haken. Dan begrijp je wat ik bedoel. Hier dat flupje ga ik daar omheen en dan steek ik mijn haaknaald door naar achter. En dan pak ik mijn draad op en dan haal ik hem door. Dan heb ik gelijk ook weer dat rare dingetje weggewerkt. Dan zie je helemaal niets meer van straks. Nou, dat is mijn manier van een bordpatroon rondhaken en sluiten. Goed, dan doe je het even aantal toeren als je onderin hebt gedaan. Als je nog niet meer weet, wat je doet is vanaf de onderkant zie je allemaal dwarsballetjes eigenlijk. Die dwarsbalken staan voor de toeren dat je gehaakt hebt. Nou, de eerste toer is natuurlijk altijd een stokjestoer of losse toer wat je hebt gemaakt. Dus dat tel je al 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus die rand hier is 7. Dan weet ik dat ik 7 toeren heb gehaakt. Ik ga mijn mouw verder afmaken. En ik wens jullie alle veel plezier toe met het maken van deze trui. En ik hoop op jullie foto's te mogen zien op de Facebookpagina. Link staat ook hier onderin. Informatiebox. Meld je aan als je nog geen lid bent. Ik vind het altijd leuk. Hoe meer leden, hoe meer vreugd, zou ik maar zeggen. Ik wens jullie veel succes. Graag tot de volgende keer. Doei doei!